De drie gewesten hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van energetische renovatie. Deze doelstellingen kunnen niet bereikt worden zonder een grootschalige isolatie van de gevels. Er zijn meerdere manieren om een muur te isoleren. In de spouw, langs de buitenzijde, langs de binnenzijde. Na-isolatie van de spouw is niet altijd uitvoerbaar, soms gewoon omdat er geen spouw aanwezig is. Buitenisolatie, bijvoorbeeld een systeem met bepleistering op de isolatie, is niet mogelijk als de gevel een erfgoedwaarde heeft. Of bij gebrek aan ruimte aan de buitenzijde, zoals bij een muur die op de perceelgrens is gebouwd. In deze verschillende gevallen is binnenisolatie de meest aangewezen oplossing. Er zijn echter wel risico's aan verbonden. Door een gevel langs de binnenzijde te isoleren, verlaagt de gemiddelde temperatuur. De muur wordt in het algemeen kouder, waardoor de gevelmuur minder goed kan uitdrogen. Een gevelmuur kan onderhevig zijn aan verschillende vochtbronnen, zoals regen of opstijgend vocht. Bovendien kan dit vocht voor het isoleren zowel langs binnen als langs buiten ontsnappen. Maar door de aanwezigheid van de isolatie wordt de uitdroging naar de binnenzijde nog meer beperkt of zelfs tegengehouden, afhankelijk van het type isolatie. Als de bestaande muur dus is blootgesteld aan vocht, zal deze waarschijnlijk nog vochtiger worden na het plaatsen van de binnenisolatie. Een vochtigere muur kan vochtproblemen veroorzaken of bestaande vochtproblemen verergeren. Het kan bijvoorbeeld vochtgevoelige elementen zoals ingemetste houten vloerbalken laten rotten of uitbloeiingen op de bakstenen veroorzaken. Doordat de muur kouder wordt, bestaat ook het risico dat de gevelstenen en de mortel worden beschadigd als ze niet voldoende vorstbestendig zijn. Om de risico's te beperken, moeten drie stappen worden gevolgd. Het is belangrijk om eerst een grondige diagnose van de bestaande situatie te stellen en de nodige corrigerende maatregelen te nemen voordat de renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de tweede stap, het ontwerp, bestaan er verschillende isolatiesystemen. De dampremmende systemen die het transport van waterdamp aan de binnenzijde blokkeren of vertragen door middel van een dampscherm of intrinsieke eigenschappen. En de capillaire actieve isolatiesystemen die het transport van de waterdamp toelaten en tegelijkertijd condensatie beheersen dankzij hun capillariteit. Deze systemen moeten op een correcte manier ontworpen en uitgevoerd worden. Elke oplossing heeft bovendien zijn voor- en nadelen. Voor de derde stap moeten de bouwknopen worden aangepakt en de luchtdichtheid worden verzekerd via de continuïteit van het luchtscherm. Een bepleistering of een dampscherm kan fungeren als luchtscherm. Ten slotte is het binnenklimaat cruciaal om vochtproblemen te vermijden. Daarom moet een efficiënte ventilatie van de binnenruimtes worden geïnstalleerd. Buildwise ondersteunt je. Doe een beroep op onze technische dienst en vind nuttige informatie en opleidingen terug op buildwise.be.